een aantal weken, of misschien zelfs maanden geleden ondertussen, heb ik jullie verteld dat ik geïnterviewd werd voor dit boekje. Ik heb eigenlijk wel jammer genoeg nooit het interview laten zien. Dus dat ga ik nu doen. Even zoeken naar het artikel. Ik heb het wel al gezien hoor, maar ik weet eventjes niet meer waar het staat. Momentje. Ah, hier. Hier staat het artikel. En dit ben ik. Tada. Het is kwart na 8 en ik ben hier geraakt aan het zwembad. Wel met een beetje regen, het is gelukt. Het fietsen ging al een stuk beter dan de vorige keer, maar ik ben nog altijd zeer hard uit conditie. 20 voor 10, ik heb net energie opgedaan met het zwemmen en nu ga ik erbij. Het gezwommen, ik heb mijn haar ook meteen een keer gewassen, anders kan ik er echt niks mee doen de volgende dag. En nu ga ik een rijsttafel eten en een beetje drinken. Ik heb trouwens vandaag 60 lengtes gezwommen. De vorige keer had ik er 32 en de keer daarvoor had ik er 50. Helemaal naar mijn werk gefietst, echt super trots op mezelf. Het was wel echt vermoeiend, want in het doorgaan was het nog redelijk warm. En in het terugkeren had ik echt heel erg veel wind. Net mijn zwempak uitgespoten en in bad gelegd om te drogen. Namelijk zo, als je elke keer verschillende keren in de week gaat zwemmen, dan niet altijd je zwempak gewoon kan wassen. Vooral ook omdat ik geen wasmachine heb, dus ik spoel het uit en laat hem drogen tot de volgende keer. En eens in de week of eens in de 2-3 weken was ik hem dan effectief echt in de machine. Gisteren ben ik trouwens super goed geweest, want ik heb geen ongezonde dingen gegeten gisteravond. Gisteravond dus Vlaanderen en Muziekland en er waren verschillende eetstandjes en zo van die dingen. En ik had tomaatjes mee naar mijn werk. Ik ben gefietst naar mijn werk. Terugkeer had ik wel een platte band, zeker. En ik had ook een banaan mee, maar ik heb die niet opgegeten. Ik heb wel rijstwafels gegeten. En 's middags heb ik gewoon rijst met curry en bloemkool gegeten. In ieder geval bruine vlekjes, maar ze zijn niet zo erg. Ik zit nu even Pokémon Go te spelen en ik wil even ook nog zeggen dat ik stiekem wel trots ben op mezelf, omdat nu de 3e dag op rij is dat ik met de fiets ben gaan werken. En ja, ik had geen conditie, nog altijd niet, maar het gaat wel elke dag beter en daar ben ik echt heel erg blij mee. Dankjewel, Provincie West-Vlaanderen, om mij aan te moedigen om met de fiets te gaan. Gewoon zodat ik fietsvergoeding zou krijgen. Nee, maar ik wil ook wel echt conditie kweken. Net een uur gezwommen en ik heb het echt super, super gek. Het heeft wel echt deugd gedaan in het frisse zwembad. Ik heb 5e lengtes gezwommen. En ik ben eventjes aan het stikken in mijn auto. Waarom zijn auto's zo warm in de zomer? Oké, tijd voor de airco en zo. Onderweg naar het zwembad aan het wandelen met dit dingetje. Dit is de Pokémon Go All Plus. Dat zorgt ervoor dat je Pokémon kan vangen zonder dat je gsm vast hebt. Hey, ik kom net uit het zwembad. Ik heb nu 5406 stappen gezet. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat zijn als ik naar huis ben gewandeld. Ik ben te voet naar het zwembad gegaan. Ik ga nu ook terug Pokémon spelen. Normaal pak ik altijd water mee om te gaan zwemmen, maar vandaag niet. En ik was wel dorstig toen ik aankwam in het zwembad. Laat staan als ik al die lengtes heb gezwommen. Oh, ik ben net thuis. Het is nu 20 voor 6. Ik heb 8218 stappen gedaan. Klaar met zwemmen, ik sta even tussen twee uur. Tot mijn wakker is. Nu ga ik terug naar huis wandelen. Ik ben dan terug wandelen via de vesting en het loopt hier bijna geen kat.
Waar is er mijn staart? Zie hoe lang dat is. Hallo, vandaag zijn we 2 augustus en ik ga nog eens gaan lopen. Althans, dat is de bedoeling. Ik weet nog niet in hoeverre dat gaat gaan en hoe ver dat gaat lukken en hoe fijn mijn voet gaat mee willen. Want ik heb die een tijdje geleden omgeslaan en sindsdien heb ik niet meer gelopen, dus... En ik moet een klein beetje over mijn angst om in het stad te lopen overgeraken, dus... Ik ga wel de tour niet door de binnenstad doen, maar ja, er gaan toch mensen mij zien lopen. En dat is awkward. Ik heb heel kort gelopen, maar 2 minuten zelf. Maar daarachter heb ik nog gewandeld en een goede tour gedaan. Dus begin. Ben is altijd het moeilijkste. En nu ga ik yoga doen met Adrian. Dan heb ik dus een 10.000 stappen niet gehad. Maar die maak ik vandaag op. Vanmiddag ga ik naar een autofestival en ja, dan wandel ik gewoon superveel zonder dat je toer hebt. Echt waar. En nu ben ik naar de diëtist aan het wandelen, dus er gaan ook wel wat stappen worden. Ik hoop dat ik op tijd kom. En ik heb. Ja. Ik heb nog maar 1 keer die richting uitgewandeld. Gisteren zat ik er niet zo heel veel onder hoor, maar een 900-tal. Maar zo te veel om rondjes te zitten wandelen in je slaapkamer. En ik dacht dat ik te laat ging zijn. Ik heb nog 10 minuten en het is aan het einde van deze zijstraat. Het begint te regenen en ik heb geen bescherming meer. Dat is wel niet zo interessant. Kijk, het is nog maar dat stukje. Het te vroeg. Het is nu 9 uur ongeveer. En ik ben terug van de diëtiste. Ik ben niet zoveel afgevallen. Maar ik kan het wel plaatsen. Ik heb namelijk een heel... Allee, ik ben namelijk redelijk ongezond geweest. Ik heb veel te veel groenten gegeten. En ja, dat spiegelt zich direct aan mijn gewicht. Maar ik ben vol goede moed om terug voor 900% ervoor te gaan. En ik heb mezelf een doel gesteld. Ik wil... Oké, mensen op de fiets. De auto's die passeren, maakt niet uit, maar mensen op de fiets genoeg. Ik wil tegen 2020, tegen januari 2020, net boven of net onder de 100 kilo zitten. Dus dat is mijn doel. En dat moet wel kunnen. Ja. Want ik zet sowieso mijn ontwerpje met mijn gewicht en mijn gewichtsverlies hier in beeld, dus je kan zien hoeveel ik nog te gaan heb. Je kan het waarschijnlijk wel zien aan mijn superrode gezicht. Maar ik heb net gelopen, voor het eerst op de piste in Ypres. Met de Start to Run app van Evi. Ik ga even vertellen wat dat de statistieken zijn van dit loopje. Ik ga even wel even zitten, want ik ben kapot. De zon zit in mijn... De zon zit in mijn gezicht. Het is een update voor mijn... Fitbit. Dat is wel interessant. Ik ben trouwens al niet zo slim geweest, want tijdens het stretchen heb ik de voet die ik omgeslaan heb. Tijdens het baseballen een paar maanden terug
geïrriteerd, waardoor dat hij nu even wel weer terug pijn doet. Ook had ik tijdens lopen wel last van mijn scheenbeen, maar ik heb het idee dat het wel goed komt. Ik hoop het, want dat was niet zo tof de vorige keer. Kom aan, mensen, kom bij mij uit. Oké. Voilà. Hij heeft het. Ik heb 2,34 kilometer gelopen. Gedurende een half uur ongeveer. Met een tempo van 12,31. Ik zat 5 minuten in piek, 15 minuten in cardio, 9 minuten in vetverbranding. Mijn gemiddelde hartslag was 144 beats per minute. Ik heb 429 calorieën verbrand.